Het dorp Gees is een klein esdorp in Drenthe. De aanblik van het dorp komt voort uit het van oorsprong agrarische karakter. Gees heeft zeer weinig nieuwbouw en heeft daardoor zijn oorspronkelijke karakter goed weten te bewaren. Sporen van het agrarisch verleden zijn de grote boerderijen en schuren. Een deel van het dorp is beschermd dorpsgezicht. De vele rietgedekte boerderijen staan gegroepeerd in de dorpskern. De akkers en de weilanden liggen eromheen. In de tweede helft van de 20e eeuw zijn de landbouwers in snel tempo bijna helemaal uit Gees verdwenen. Het dorp veranderde van een dorp van boeren in een dorp van boerderijen. De boerderijen worden nu bewoond door mensen die in de omgeving werken. Eeftingen Erve is een van de oudste erven van Gees, dat al wordt genoemd in 1406. Het is een typisch Drentse boerderij met een rietgedekt dak, gedragen door zware eikengebinten. Armenzorg was vroeger een aangelegenheid van de kerken, met name de diaconie. Omstreeks 1800 was er in Gees al een armenhuis. Zeker is dat dit pand in 1832 het armenhuis was. In de volksmond heeft het nog altijd de naam Old Cell. In 1862 werd het pand verkocht aan een particulier, toen de diaconie van de hervormde kerk de beschikking kreeg over een nieuw armenwerkhuis.